puntje verschil op de ranglijst in het voordeel van Jong Ajax. 16-15. Het is een echt Jong Ajax. Geen versterkingen van het eerste. Hier ook de talenten uit Amsterdam in de aanval. Hansen zet voor en dan frommelt Linsson hem binnen. Het schot van Rasmussen. Bij Dordrecht denken ze aan buitenspel. Maar daar wordt niet voor gevlacht. En dat is terecht, want dat heft Brito op. De linksback van Dordrecht zorgt ervoor dat dit een geldig doelpunt is. 1-0 voor Jong Ajax. Mitsui, Linsson. Jong Ajax heeft de smaak te pakken met Rasmussen. Die doet het knap. Schuift hem dan voorlangs bij Bostin. Jong Ajax won slechts 1 van de laatste 6 wedstrijden. Verkeert niet bepaald in de beste vorm. En dat illustreert Longo hier. Hij maakt de 1-1. Daar kan je het stempel spitsengoal op plakken. Aast op dit soort momenten. En reageert heel goed. Gesteund door die gelijkmaker valt Dordrecht weer aan. Schuurman slim weggelopen. En deze bal wordt goed gepakt, zeg, door de Graaf. Daar had Jari Schuurman Dordrecht direct al aan een voorsprong kunnen helpen. Volgende corner voor Dordrecht. Schuurman. Dan wordt hij verlengd en bij de tweede paal is het Pinas. Debuteerde in het betaalde voetbal bij Jong Ajax. Scoort hier de 2-1 tegen Jong Ajax voor Dordrecht dus. Ook best wel vrijgelaten. En zo kan je zeggen, twee corners die Dordrecht aan een voorsprong helpen. Vrije trap op de paal gemikt door Linsson. Het is echt een spektakelstuk in het Matchaholic Stadion. Tweede helft. Dus Jong Ajax op jacht gaat naar de gelijkmaker. Rasmussen kan hem breed leggen, maar ja, dit kan ook. Het is niet per se makkelijker, maar het resultaat is hetzelfde. 2-2. Kort na rust. Knap gedaan door die Deen. En zo kan Dordrecht weer opnieuw beginnen. Jong Ajax heeft de swoem te pakken. Linsson. En dan valt hij uiteindelijk voor de voeten van Sontje Hansen. Het is 2-3. Uit de categorie niet zo sterk uit de kleedkamer komen dit. Twee tegentreffers voor Dordrecht in 3,5 minuut tijd. En Bossin, de doelman met de meeste reddingen in de keukenkampioendivisie, stond voor dit duel op 56. Nu al 3 keer geklopt binnen het uur. Dordrecht weer in de aanval. Longo had hem misschien wel breed kunnen geven. Makkelijker gezegd dan gedaan. Italiaan vindt de Graaf op zijn weg. Het is echt een spektakelstuk van je welste. Jong Ajax kan hier niet uitverdedigen. Dordrecht houdt de druk erop. Ook weer niet echt lekker weggewerkt. Suré. Oh, wat lekker. 3-3. En de mooiste van de avond. 2 seizoenen lang is Dordt al ongeslagen tegen Jong Ajax. Ze zijn hard op weg die serie te verlengen. Aardige sprint. Balde terug van interlandverplichtingen met Senegal. Nu in iets ander weer. Voelt zich even goed thuis. Het regent flink in Dordrecht en niet alleen doelpunten. Hier Jong Ajax weer in de aanval. Daar is Linsson. Ach, knap gedaan zeg. Weer de voorsprong voor Jong Ajax. Niet echt goed gedekt, maar ook knap binnengewerkt door Linsson. Zijn tweede van de avond. De vierde al van Jong Ajax. Op jacht naar de 4-4 Dordrecht. Het zou echt wel kunnen hoor. Daar is het de wedstrijd naar. Wat levert deze corner op? Van Huizen. Naast gekeken door alles en iedereen. Nog één keer dan. Doelman mee naar voren. Flipperkast. Chaos. Het past allemaal bij dit duel. Maar de 4-4 valt niet. Jong Ajax verslaat Dordrecht
na een heerlijk voetbalgevecht. Het wordt 3-4.